Welkom bij Praktijden Sterk, jouw platform om sterker te worden. Nou, ik kwam een video tegen Bernard met 3,5 miljoen weergaven. En daar worden dingen in gezegd waar ik het denk niet mee eens ben. Oké. En dat gaan we met jullie delen. We gaan er naar kijken. De video heet The Only 7 Exercises You Need for Mass. Dit klinkt interessant. We willen natuurlijk allemaal groeien. En we willen allemaal weten welke oefeningen het beste zijn. The Only 7 Exercises You Need. With so many different muscles to hit, choosing the right exercises can get a bit confusing. The truth is, 80% of your gains will come from 7 basic compound movements. If you're not including these 7 exercises into your training, or at least some variation of them, you're leaving a lot of gains on the table. Wacht even, 80%. 80% van je gains? Hij zegt wel 80% van deze beweging of een variatie ervan. No, we gaan meemaken. Let's go over the only 7 exercises you need for mass. Exercise number 1, squat. They say the squat is the king of lower body exercises, and it's difficult to argue with that statement. The problem is, 90% of gym goers fail to squat low enough to maximize leg growth. A 2019 study published in the European Journal of Sports Science analyzed 3 different squat variants: full squats, parallel squats, and half squats. The group who squatted with a full range of motion experienced the greatest increases in strength and performance. Individuals who squatted to parallel experienced the second best results, and half squats resulted in no performance increases but did increase pain and stiffness. Another study from the Journal of Strength and Conditioning Research found a full range of motion to result in more muscle and strength gains than a partial range of motion. Bottom line, using a full range of motion while maintaining proper form will get you the best results. De full range of motion is hij aan het benadrukken met wat wetenschappelijk onderzoek. Heel fijn dat hij dat aanhaalt en dat hij dat benadrukt. Bij de squat is dat bijvoorbeeld zo diep mogelijk als dat jij pijnvrij en veilig kunt zakken voordat je weer helemaal omhoog komt. Bij een bench press zou dat zijn zakken totdat de stang de borst raakt. Maar bijvoorbeeld een ring push-up is een vergelijkbare pressbeweging. Daarbij kan je weer nog verder zakken omdat je met je borst tussen de ringen door kunt zakken. Grotere bewegingsuitslag geeft het ook toegevoegde waarde voor spiergroei. Winnen. Oké. I recommend squatting at least 2 times per week, broken up into heavier days where you're performing 3 to 6 reps and lighter days where you're staying within the 8 to 12 rep range. Dus qua oefeningkeuze op zich prima. Hij gaf daarna het advies van, ik laat aan 2 keer per week de squat, waarvan 1 keer zwaar en 1 keer lichter. Hebben wij er ook wel eens een discussie over gehad. Ja. Vroeger. En heb ik misschien mijn visie er een beetje op aangepast. Maar in ieder geval, als je spiergroei wil bevorderen in ieder geval, dan is de vraag of 3 tot 6 reps daar de beste manier voor is. En zeker als het met een oefening als een squat is, waarbij 3 tot 6 reps heel veel vermoeidheid en druk op de pees en gewrichten met zich meebrengt, en niet per se meer groei veroorzaakt dan misschien 8 tot 12 reps bijvoorbeeld. Dus dan is het een beetje de vraag, is dat het waard en is dat de meest efficiënte manier naar grotere benen? Tenzij je sterker worden, dan is 3 tot 6 reps wel beter. Ja, zeker. Deadlift. The deadlift is unarguably one of the greatest total body mass builders. Ik durf dat te arguen. Ik wou het niet. Dat gaan we zo doen. Ja, oké. It trains the entire posterior chain, including the hamstrings, glutes, spinal erectors, lats, and traps. The deadlift will allow you to place the most amount of load through your back musculature. Although the spinal erectors and rhomboids will contract isometrically during the movement, the lats actually contract concentrically. I recommend deadlifting 1 time per week, staying within the 3 to 8 rep range. Anything above 8 reps, especially as you get stronger at the deadlift, may result in extreme fatigue and form breakdown, increasing the risk of injury. Ik ga arguen. Is dan dit zijn alle spieren die je bij de deadlift gebruikt? Wat klopt, de meeste gebruik je wel, maar je gebruikt ze niet allemaal zoveel dat ze ook echt gaan groeien. Dus je moet altijd kijken naar wat is de spier die ervoor gaat zorgen dat deze oefening niet meer redt. Want dat is de spier die uiteindelijk het meeste van vooruit gaat. Net zoals bij de deadlift waarschijnlijk je hamstrings of je erectors, of misschien zelfs je grip. Dus dat is wel iets om te zeggen over de deadlift. Want als je dan
een spier wil trainen, dan zou ik zeggen, kies die spier en kies een oefening die die spier heel goed aanpakt. En daarbij zo min mogelijk vermoeidheid oplevert. En is de deadlift, een conventional deadlift vanaf de grond, dan de beste keuze? Voor je hamstrings kan je misschien beter een Romanian deadlift kiezen bijvoorbeeld, omdat je met minder gewicht en een grotere beweging traint. Hij zei iets over 3 tot 8 reps, want boven 8 is het te vermoeiend en niet meer waard. Maar net als dat je in reps omhoog gaat, kan je ook in gewicht omhoog gaan. En met meer gewicht op 3 reps zou ik zeggen dat is voor je pees en gewricht in ieder geval nog veel vermoeiender dan 8 ja. reps. Ervan uit dat je techniek altijd goed blijft. En dat is denk ik een nadeel van een deadlift. Het is gewoon heel vermoeiend en niet per se heel specifiek op 1 spier. Ja. Dus is dan het een oefening die het gedoe waard is? Ja, arguably. Nee, misschien niet. Nee. Dus het is gewoon een hele goede oefening als je sterk wil worden in de deadlift of sterk wordt in het algemeen, maar niet per se voor meer mass. Nee. Oké. Barbell row. The barbell row trains the entire back, including the lats and traps. The setup for the barbell row is quite simple. Walk up to the bar and stand with your midfoot underneath it, feet shoulder width apart. Grab the bar with an overhand grip, arms slightly wider than shoulder width, and deadlift the bar into a standing position. From here, you'll push your hips back while slightly bending the knees and lowering the bar, and stop once you've reached a 15 to 30 degree angle. Zijn stappenplan voor de setup is wel ook precies wat ik gebruik. Ik zou wel kijken of je nog wat verder voorover kan buigen, dus dat is een beetje afhankelijk van hoe mobiel je heupen zijn, je hamstrings eigenlijk. Maar hoe meer je horizontaal kunt zijn, hoe groter de bewegingsuitslag voor onder andere je lats. Ja. The more parallel to the ground you can get, the better. Oh. Alright. Ja, lekker bezig. Alright. Pull the weight towards your sternum. Squeeze your back at the top and then control the weight back down until your arms are fully extended before initiating the next rep. This will ensure that you're pulling the weight through a full range of motion. I recommend you barbell row 1 to 2 times per week in the 6 to 10 rep range. If you go too heavy, it'll become difficult to avoid using momentum. Go too light and your lower back may fatigue first. Reasonable. Oh ja, wat ik wel heel mooi vond is dat hij dus aangaf van hey, probeer zo min mogelijk momentum te gebruiken. Volgens mij zei hij dat. Ja. En hij zei zorg dat je helemaal uitstrekt en zorg dat je je buik aantikt. Zodat je een zo groot mogelijk range of motion gebruikt. Mm. Het onderwerp wat we al behandeld hebben. Zorg ook dat je een gestandardiseerd zeg maar een bewegingsuitslag hebt die altijd hetzelfde is. En dat betekent ook dat voor trekken, voor het bijhouden van je progressie, je gewoon heel zeker weet of je vooruit bent gegaan. Want je weet dat je elke keer dezelfde beweging hebt gedaan. En misschien wat meer reps of wat meer gewicht dan de laatste keer. Al met al? Ja, lekker bezig. Lekker bezig. Exercise number 4. Bench press. A 2014 study showed that chest size and the bench press are strongly correlated. That means guys with stronger bench presses usually have bigger pecs, a hint that you probably should bench press for a big chest. I recommend you bench press anywhere from 1 to 3 times per week in various rep ranges, including 3 to 12 reps. Unlike squats and deadlifts, the bench press won't be limited by your cardiovascular fitness or become dangerous at higher rep ranges. Waarom nog wat zeggen over de bench press? Ja, gewoon goede oefening op zich, maar het is niet de enige oefening. Maar dat is denk ik een beetje de rode draad van deze hele video. Ja. Maar ze komen misschien zo meteen nog even op terug. Ja, oké. Exercise number 5. Overhead press. The overhead press is by far the best all-around exercise for building massive shoulders. Not only that, but it does a great deal for building the upper chest, putting mass on the triceps, and increasing your bench press strength. The overhead press, like most of the main lifts, doesn't just stimulate the obvious muscles. It also helps strengthen the lats through heavy eccentric loading. What? Heavy eccentric loading of the lats? Nee hoor. Misschien dat je je lats gebruikt om te stabiliseren. Dan ja, een bench press. Maar heavy eccentric loading betekent dus dat je de... Dat ze verlengd moeten worden. Verlengd moeten worden. De lats hoeven helemaal niet te trekken ergens tegenaan. Helemaal geen weerstand te bieden. Misschien een beetje om dus te stabiliseren. De schouder op zijn plek te houden. Je gebruikt ze misschien wel. Maar dat betekent niet dat ze ook ermee groeien. Nee. Engages the legs by using them as stabilizers and, of course, increases core strength. Other overhead pressing variants include the seated barbell overhead press.
standing dumbbell overhead press, and the seated dumbbell overhead press. I recommend you perform some form of overhead press 2 times per week and alternate between heavier load days where you're pressing in the 3 to 6 rep range and lighter load days where you're staying within 8 to 12 reps. Allereerst wil ik zeggen, nou, super oefening, super beweegpatroon, want het waren meerdere oefeningen die je liet zien, maar dus een overhead press om voornamelijk je schouders, je triceps en de bovenkant van je borst te stimuleren. Fantastische keuze. Ja. Dus als je ze zittend doet, dan zijn ze minder vermoeiend. Heb je meer energie voor bijvoorbeeld je squats en oefeningen waarbij je benen wel daadwerkelijk gaan groeien. Er is iets over de limiterende factor. Als je core de limiterende factor is bij een staande military press, waardoor je schouders minder goed worden aangesproken. Of je bovenlichaam, dan kan je bijvoorbeeld zitten doen. Of tegen een bankje, waardoor je schouders en armen het zwaarder krijgen. Je core minder zwaar, wat voor mass dan beter is vanwege de limiterende factor. Ja, cool. Exercise number 6. Lunges. While squats are an incredible lower body movement, it's only one movement pattern. Lunge-type movements train the body unilaterally, meaning one leg at a time. If you want to focus on the glutes and hamstrings, take wide steps so that your front leg is roughly vertical. If you did want to bias quad tension, you can take slightly smaller strides instead. I recommend you do a lunge or split squat variant 1 to 2 times per week in the 8 to 12 rep range. Since these are unilateral and require balance, it's best to focus on moderate to high rep ranges. Prima. Ja, helemaal top. Okay. Farmer's walk. One of the most neglected movements is the carry. These hit your forearms to improve grip as well as your traps and core. And due to our heavy use of desks, computers, and phones, our posture needs work. Be warned, this exercise will be heavy and fatiguing. To perform these correctly and safely, squeeze your glutes and square your shoulders, which will maximize your stability so you work the right muscles and maximize tension. I recommend you do a carry 1 to 2 times per week for roughly 25 to 50 yards or 15 strides one way and 15 strides back. Yeah. Nee, ik zou het niet doen. Omdat dus de farmers walk, het is een prima oefening om wat te zeggen te werken aan kracht in beweging, zeg maar. Maar de vraag is natuurlijk voor een dagelijks leven, hoeveel heb je dat nodig? Behalve boodschappen dragen, misschien een verhuizen een keer. En voor je core, alles is statisch aan het werk. Dus hoeveel wordt je core nou echt aangesproken om te groeien in ieder geval? En dat is eigenlijk een beetje het doel van de video. Dus de oefening die je nodig hebt om te groeien. En dan is de farmers walk een oefening die je heel zwaar moet laden voordat hij zwaar wordt. De limiterende factor is waarschijnlijk je traps of je onderarmen. Dus zal je core er zeker niet van gaan groeien. Kun je misschien beter gewoon een plank doen en wat minder calorieën eten. Ja. Voor een sixpack. Alles wat ik erover zou zeggen. Nou, mooi. Bonus. Exercises for the biceps and mid delts. While the 7 movements so far will give you the most bang for your buck, the biceps and mid delts may be underwhelmed. For the biceps, the main movement will be a barbell or dumbbell curl. I also recommend you do curls with the arm behind the back, like with an incline dumbbell curl, to emphasize the long head. For the mid-delts, include some lateral raises. Dumbbell lateral raises are great, but I like to use cable lateral raises too, as they provide tension throughout the range of motion, whereas dumbbells will place the most tension at the top. So, there you have it. The only 7 exercises men need for mass. If your program is comprised of mostly those 7 exercises, you'll have no problem putting on mass. Hij zei weer wat goede dingen. Hij heeft wat goede dingen. Hij heeft best wel veel goede dingen gezegd sowieso. Ja. Hij heeft best wel veel goede dingen gezegd. Dat is een goede gast. Hij weet waar hij het over heeft. Ja. Kan je van deze oefeningen groeien? Ja, zeker. Ja. Zijn het de allerbeste oefeningen ten alle tijden? Nee, niet altijd. Niet altijd. Nee. Dat is de vraag vooral, waar wil je beter in worden? Hoe belangrijk is spiergroei voor jou ten opzichte van bijvoorbeeld core stability bij zo'n farmer's carry? Ja. Of gewoon kracht. Kracht bij zo'n deadlift. Ja. Rep ranges was een dingetje, hij noemde heel veel dingen bij de 3 reps. Terwijl,
hoogstwaarschijnlijk ben je beter af als je boven de 5 reps blijft voor massa. Ik denk als je een beginner bent zeker, en je zou dit als beginprogramma kiezen, dan doe je al heel veel goed eigenlijk. Want je hebt heel veel, wel effectieve oefeningen zijn het beste, nee, maar je bouwt wel kracht op in je hele lichaam, wat een goede basis kan zijn voor je trainingscarrière later. Maar het zijn zeker niet de enige 7 die je nodig hebt. En je zou zeker profijt hebben van meer variaties dan alleen deze 7. Ja. En dan heb je natuurlijk, we hebben nu alleen over oefeningsselectie gehad, maar je hebt ook nog hoeveel sets doe je, hoeveel reps. Frequentie, voeding natuurlijk, wat natuurlijk ook allemaal erbij komt nog. Dus over het algemeen goede video, mist nog wat nuance hier en daar, maar... Ja, ik denk dus zeker dat je voor een hele lange tijd gewoon heel goed kunt groeien. Zeker je eerste jaar, eerste 2 trainingsjaren door gewoon deze oefeningen te doen. En steeds binnen de juiste rep range aan je techniek te werken. Steeds iets zwaarder te doen, steeds iets meer sets in de week. Op de lange termijn gaat het denk ik wel beperkend zijn om niet nog een bredere oefeningsselectie te gebruiken. Dus denk wat ik hoop dat jullie uit deze video hebben gehaald, is dat het eigenlijk best een goede video is. Maar er gewoon nog wat extra informatie nodig was om echt het complete plaatje een beetje te schetsen. En niet dat je de volgende keer op een feestje in discussie gaat met iemand dat die nooit zou groeien omdat hij geen barbell rows en deadlifts doet. Dat is zonde, want dat is niet zo. Dat is zonde. Wat voor cijfer geef jij deze video? Zal ik aftellen, dan zeggen we tegelijk wat we... Ja, oké. Okay. 3, 2, 1, 7. 7. Een beetje twijfelachtig klonk je wel. Ja, ik dacht nog misschien een 8. Nou ja, 7,5. Ik dacht, want ik was nog aan het nadenken eigenlijk toen je aan het aftellen was. Want ik dacht eerst 8, want hij geeft wel echt heel veel goede informatie. Ook dat laatste stukje over wat hij zei, over de kabel gebruiken bijvoorbeeld. Ja, bij die side range en zo. Dacht ik, ja, dat is een goed idee. Ja, er staat echt wel veel. Er is een nadruk op range of motion, was ik heel erg blij mee. Ja, en ik denk dat er gewoon heel veel mensen op YouTube zijn die daar de planken mis in slaan. Dus ik hoop zeker dat veel mensen deze video te zien krijgen. Ja. En dat jullie hier ook wat aan hebben. Ja, maar nog meer mensen onze video dan zijn video. Ja, dat zou fijn zijn. Dus, waarschijnlijk niet. Like en share, 3,5 miljoen weergave. Ja, daar gaan we. Nee, maar on a serious note, klik even op abonneren als je een toffe video vond. Als je graag meer wil leren over fitness, voeding, herstel, hoe je zo goed mogelijk sterk kunt worden en kunt groeien. Like eventjes. En als je nog vragen hebt over iets wat we gezegd hebben, iets wat hij verteld heeft, laat dan even weten in de comments hieronder. Of als je een andere video hebt waarvan je graag wilt dat wij bekijken en dat we onze reacties erop geven, stuur dan ook even een linkje naar ons toe. The only channel you need for mass.